Welkom bij het tweedejaars dagtoernooi van Berries Internet Club, 11 november 2020. Spel 1. Nou, u begint met een prachtig spel. U heeft 21 punten en een redelijk verdeelde hand. Hè? Een 5 kaart is geen enkel probleem, dus u opent met 2 sans. Partner informeert naar uw hoge 4 kaarten met steeman. U heeft een prachtige hartenkaart, dus u biedt 3 harten. Oké, partner biedt 3 sans en denk eraan, dat belooft nu per se een 4 kaart schoppen. Hè? Want hij heeft eerst steeman gedaan, dus hij heeft een 4 kaart hoog. Door uw 3 harten eigenlijk af te wijzen, zegt hij, ja, harten heb ik niet, maar ik heb een 4 kaart schoppen. Prima, dan wordt het 3 sans. Oké, de tegenpartij start met klaveren 10 en we gaan ons kaart tellen. We hebben in schoppen 1 slag. Ja, we hebben hier vrouw 10, dus misschien wordt dat nog een tweede slag. In harten hebben we 2 slagen, maar we hebben een 5 kaart harten. We missen de vrouw, dus we kunnen op de harten vrouw snijden en nog lengteslagen harten ontwikkelen. Klaveren hebben we 3 slagen, dan worden er nooit meer. En een ruiten hebben we 1 slag, ruiten aas, maar we kunnen ook op ruiten heer snijden en lengteslagen ruiten ontwikkelen. Dus prachtig. En we zijn blij dat ze met klaveren gestart zijn. Daar heb ik een dikke stop in, hè, 3 keer maar liefst. En ik begin dus met ruitenwerkkleur. En de tweede werkkleur is harten. Laten we het nog even samenvatten. Dus we tellen slagen in een sanscontract. Dus we hebben er in schoppen 1 vaste. Niet gauw kans op meer. Harten. Dat is een mooie werkkleur. We hebben er 2, maar daar kunnen we zeker lengteslagen in ontwikkelen. En als we die spelen, spelen we hem van boven naar beneden. En we hopen dat harte vrouw bij oost zit. Ruiten. Hebben we 1 vaste slag, alleen de aas. Maar dit is met stop onze beste werkkleur. Hè? Want ik heb vrouw 10 beneden en daar nog boven de boer. Dus in ieder geval extra lengte slagen. En als ruiten heer goed zit, dan zouden dat maar liefst 4 extra slagen kunnen worden. Zit hij verkeerd, zijn het toch nog 3 extra slagen. En die speel ik van beneden naar boven. U heeft in de ruiten een serie. Dus u speelt dadelijk ruiten vrouw voor en laat hem doorlopen. In harten, om daar nog even op terug te komen, heeft u geen serie. Speelt u klein naar de boer. In klaveren heb ik gewoon 3 slagen. Nou, lijkt me een positief contract. We gaan aan de gang. Oké, dus ik begin met de ruitenwerkkleur. We hebben een snit, hè? We mitten ruiten heer. Dus als we ons keuzebeslisboompje volgen, we hebben een snit, ja. Hebben we een serie? Dat is dan de tweede vraag. Dus na het gat, dus we hebben aas heer is het gat, hebben we vrouw, boer, 10. Dus dat is een serie. Hè? U moet er minstens 3 hebben. En dan spelen we de hoogste van de serie tegenover de vork. Zoals in dit geval ruiten, vrouw. Kunt u dit niet helemaal volgen, moet u eens ons dictaat er nog eens op nalezen. Dat is ongestoord bieden dictaat. Oké, ruiten, vrouw. Nou. We laten hem doorlopen. En dat is jammer. Ruitenheer zit verkeerd. Geen probleem. We hebben nu gewoon onze lengteslagen ontwikkeld. Dus we brengen klaveren terug. Helemaal goed. Lengteslagen. Nou, ruiten. Dan moet ik een beetje opletten. Want u ziet dat ik in de dummy niet zo heel veel entrees heb. Maar ik heb een 2 kaart harten. Dus ik kan 2 keer die kant op spelen. Nou, ruiten 10. Kleine ruiten. Nou, dat zit scheef. Dus links heeft maar 1 ruiten gehad. Wij hadden er 8. Dus rechts zaten er 4. Kan ik aan. Geen probleem. Dus ruiten. Ruiten. Dan gooi ik een schop op weg. Ruiten. En dan gooi ik een hart op weg.
Oké, nou gaan we onze hartenkleur nog snijden. Kleine harten voor de boer. Nou, die zit goed, dat is mooi. Dus nu heb ik niks meer te snijden. Slaan. Slaan. Ja, en ook dat zit niet rond, hè? Het is een spel waarbij er niet veel rond zit. Oké. Dus we hebben alleen nog een schoppenslag. En that's it. En dus we hebben 11 slagen. Prima. Maar als we naar de kaarten kijken, dan ziet u dat zowel ruitenheer verkeerd zit. En hartenvrouw zit wel goed. Maar in zoveel dat we hem niet kunnen vangen. Dus 3 sans plus 2 zal een heel normaal contract zijn. Laten we even kijken. Nou, dat is toch nog heel goed. Spel 3. Ik heb 14 punten, 5 kaart harten, dus ik open 1 harten. Mijn partner zegt 1 schoppen, minstens 6 punten, minstens een 4 kaart. En ik kan nu 2 ruiten bieden. Partner, ik heb behalve mijn 5 kaart harten ook een 4 kaart ruiten. Noord past, dus die heeft waarschijnlijk lengte ruiten en niet al te veel punten. Oké, laten we dat maar eens bekijken. Ja hoor, klopt, heeft lengte ruiten. Alleen vind ik dat hij wel behoorlijk wat punten heeft. Hè? Hij heeft 9 punten. Dus, ja, ik weet niet, misschien had er ook wel 1 sans in gezeten. Dat was dan een betere opbrengst. Maar oké, we gaan het proberen. We gaan verliezer stellen. En ik word geholpen door de ruitenstart. Want u ziet dat we ruitenvrouw missen. Maar doordat hij een kleine ruiten speelt, krijg ik die vrouw nu automatisch in mijn schoot geworpen. Dus ruiten, geen verliezers. Welke hand gaan we tellen trouwens? Nou, de lengtes zijn allebei even lang in ruiten. Dus dan pak ik de hand met de meeste punten. Dat is zuid. Dus ruiten met de start, geen verliezer. Schoppen, geen verliezer. Harten, daar heb ik zeker verliezers. Hè? Maar, kijk dus, ik heb er daarboven maar 2. Dus daar kan ik misschien ook met wat geluk een paar introevers maken, zodat ik die verliezers kwijtraak. Klaveren heb ik 2 verliezers, kan ik weinig aan doen. Even samenvatten, we tellen verliezers vanuit zuid. Ja, dus dankzij de start hoef ik ruitenvrouw niet te vinden, hè, want u ziet, ik heb een vork in noord. Hè. Ik kan hier de vrouw vangen tussen de heer en de boer. Maar kan hem ook in zuid vangen, tussen de aas en de 10. Dus dat is boffen. Ja, door die ruitenstart heb ik nu waarschijnlijk geen verliezers. Schoppen. Ja, ik heb heer klein tegenover de aas. Dus ook schoppen. Geen verliezers. Harten. Ja, dat is even een lastige kleur. Want ik heb hier 5 hartes, waarvan ik er 2 kan halen. Maar deze 3, de 10, de 4 en de 3, zijn in principe verliezers. Maar ik zie dat nog niet zo zorgelijk in, want ik kan er altijd troeven in Noord. En misschien valt het leuk. Ja, dus ja, ik tel hem even op 1 verliezer. Het zal niet heel veel meer zijn. Klaveren heb ik gewoon 2 verliezers. Oké, we gaan aan de gang. Oké, dus wat is mijn plan? Ik ga dadelijk zo snel mogelijk op de hartes af. Trek eerst troeven en dan ga ik op de hartes af. Oké, kleine ruiten. Nou, ziet u, daar heb ik de ruitenvrouw al. Dus ik kan rustig nog een keertje troef trekken. Ik mis er 5. Hè. Er zit er nog eentje in. Die haal ik eruit. En ik ga op de hartes af. Ik speel hart de boer voor. Je weet nooit, misschien leggen ze de vrouw. Kijk dus, dat is mooi. Hart de koning. Hart de aas. De 10. Dan gooi ik een klaver op weg. Nou, dit is nou een spelletje waarbij je echt geluk hebt. Want als u meegeteld heeft, dan weet u dat deze 2 harten nu vrij zijn. Dus ik kan op de harten nog een klaver weggooien. En nog een klaveren. En ik ben dus 1 klaverenverliezer kwijtgeraakt, want ik kan er eentje nu troeven. Dat is mooi. Voor de rest heb ik gewoon nog 1 klaververliezer. Dus ik maak wel heel veel slagen.
schoppen getroefd. En zij krijgen nog een klaverslag. Wat een mooi spel. En ziet u hoe leuk zij die klaveren nu nog hebben? 12 slagen, dus we hebben toch wel een beetje onderboden. Even kijken naar de frequentiestaat. Ja, 2 ruiten plus 4, dat doen heel veel mensen. 57%. Maar je ziet dat er hier ook een heel stel in 1 sans plus 4 zitten. Dat levert heel wat meer op. Eens kijken wat Barry daarvan zegt. Ja, dan gaat het biedverloop precies hetzelfde. Dus prima geboden, prima resultaat. Spel 4. Nou, we hebben vandaag wel mooie handen. We hebben nu 16 punten, evenwichtige hand en we kunnen 1 sans openen. Partner vraagt of we een vierkaart hoog hebben en we hebben een vierkaart schoppen, dus dat vertellen we hem. Oké, partner biedt nu 3 schoppen, dat is dus een limiet. Dus partner zegt, goh, ik heb 8 of 9 punten en een vierkaart schoppen mee. Wat vind je ervan? Kunnen we een manche bieden, ja of nee? Ik heb er 16, maar ik vind dat ik wel mooie punten heb, dus ik bied 4 schoppen. We zullen het zien. Nou, eerst maar eens even de punten tellen van partner. Die heeft er 8, hè, dat is 8 of 9 beloofde niet. Nou, heeft hij mooie punten. We gaan onze verliezers eens bekijken. In de schoppen geven we schoppen A's af, dat is 1 verliezer. In de harten, ja, daar geven we toch ook een hartenslag af, dat is een 2e verliezer. Klaveren, ja, we hebben A's, heer, vrouw, dus dat zal geen verliezer zijn. Ruiten, 2 verliezers. Dus als u meetelt, dan ziet u dat we te hoog zitten. We geven maar liefst 4 verliezers af voor min 1. Dus ik heb een beetje te positieve kijk gehad. Maar laten we hopen dat meer spelers dat gehad hebben. We gaan er het beste van maken. Moeten we tellen verliezers vanuit Zuid, de hand met de meeste punten. In de schoppen hebben we 1 verliezer. Schoppen A's geven we zeker af. Harten hebben we 1 verliezer, want ik heb er hier 3. En de A's en de heer vallen samen, maar dan heb ik die harten 7 nog steeds als verliezer. In ruiten heb ik 2 verliezers en 1 klaveren. Geen verliezers. Ja, het is een beetje flauw spel, want ik kan eigenlijk weinig ontwikkelen of weinig proberen. Ik geef gewoon schoppen, harten en 2 ruiters af. Dus dat wordt 4 schoppen. Min 1, niets aan te doen. Dus het speelplan is recht door zee, hè? De troeven eruit halen en dan... Ja, gewoon de klaver en de harten spelen. Ik kan er weinig van bakken. Dus de eerste 2 ruiters geven we af. Hij komt terug met schoppen. Prima. Klein. Schoppenvrouw. Ja, ik wil toch die schoppers eruit. Dus schoppen voor de boer. Er zit nog 1 schoppen in. Oké. Waar zal ik hem pakken? Nou, laat ik hem beneden pakken. En schoppen nog. Ja, ik kan hoog of laag springen, maar ik ga toch nog een hart afgeven. Laat ik eerst de klaver maar eens doen. Nu is in de korte hand eerst. Nog een klaveren. Ja, klaveren. Kan ik een hart op kwijt, maar het helpt me allemaal niets, hè. Harten voor de koning. En ik geef nog een hartenslag af. Ja, een beetje saai om te spelen. Maar ik ben bang dat er toch veel mensen zijn die geen 3-4 geboden hebben. En die scoren dus beter. Laten we kijken. Nou, valt gelukkig mee. Er zijn toch 17 mensen die net zo'n positieve blik hadden als ik. En 4 schoppen geboden hebben. Gelukkig. Dank u aan alle andere spelers. Bedankt voor het kijken naar de video en tot een volgend toernooitje.